Goedenavond, dames en heren. En welkom bij weer een dinsdagavond van SIP Utrecht. Een onderdeel van het programma dat wij iedere dinsdag organiseren. Vanavond gaan we het hebben over het onderwijs. Het onderwijs staat onder druk. En de media staan er vol van met verkeerde motieven en verkeerde financiële prikkels voor studenten en de onderwijsinstellingen. Beperkte inspraak van studenten en docenten in het bestuur. En als het wel plaatsvindt, dan wordt het soms genegeerd. En het onderwijsprogramma wordt ook al steeds drukker met dagen zoals gisteren, waar er een les gegeven wordt. Dus dan komen er nog minder dagen om het programma uit te voeren. Vanavond is het programma is in twee delen verdeeld. In het eerste deel gaan de drie sprekers in op de grote veranderingen in het onderwijswereld. In het basisonderwijs, middelbaar, beroepsonderwijs, het hbo en universitaire onderwijs. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Daarna is het een pauze van 10 minuten en daarna starten we een paneldiscussie met een aantal stellingen. Ik denk dat dit wel duidelijk is. Dan ga ik de sprekers introduceren. Joni Krijt is voorzitter van CNV Onderwijs. Zij representeert een vakbond met meer dan 50.000 leden, van wie zij de belangen behartigt. Zij gaat het hebben over het basisonderwijs, middelbaar en het MBO, beroepsonderwijs. De heer Chef Vogel is directeur en van de stafafdeling onderwijs en onderzoek bij de Hogeschool Utrecht. En daarvoor was hij docent statistiek en onderwijsdeskundige. En als laatste hebben wij Remco Rabe uitgenodigd. Hij is universitair hoofddocent Aziatische studies, maar we hebben hem vooral uitgenodigd omdat hij initiatiefnemer is van Rating UU, de dochter van de Rating UVA, de organisatie die de maakthuisbezetting gestart is. En ik roep graag de eerste spreekster naar voren. Ik was al geïntroduceerd. Ik ben Joni Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs. Wij hebben 53.000 leden. En die leden zijn allemaal werkzaam in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO en HBO. Wij doen daar van alles in het kader van cao's en arbeidsvoorwaarden afspreken en zo. Maar wij doen daarnaast, en daarmee onderscheiden we ons wel een beetje van andere vakbonden, wij doen daarnaast ook wat op het gebied van onderwijsinhoud. We hebben ook een visie op onderwijs. Hoe kijken we nou tegen onderwijs aan? Wat maakt het onderwijs leuk, maar wat maakt het onderwijs ook moeilijk? En hoe moet het onderwijs naar de toekomst toe veranderen? En met name dat laatste, dus de onderwijsinhoud, dat is iets waar ik nu iets over zou willen gaan vertellen. Ja, ik dacht wel, ik moet vast ergens op gaan drukken. Kijk eens. En dat ook? En dat is het. Wat maakt het werk van onderwijs, van het onderwijs in het onderwijs nou zo leuk? Het is namelijk een schitterend vak, het vak van leraar. En ik heb begrepen dat er een aantal van jullie ook studeren om het vak van leraar zometeen uit te mogen oefenen. En dat is een hartstikke goede zaak. Volgens mij krijg je het zometeen enorm naar je zin. En waarom is dat zo? Omdat het onderwijs ontzettend veel passie uitstraalt. Dat moet ook wel. Je moet ook passie hebben voor je vak. Omdat het anders, het gaat namelijk om om leerlingen, het gaat om kinderen en het gaat om ontwikkeling. Je ziet dus ook dat het belang van leerlingen eigenlijk voor onze leden voorop staat. Dat zie je bijvoorbeeld, we hebben nog niet zo lang geleden, een aantal jaren geleden, hebben wij een staking uitgeroepen. Dat doen we niet zo vaak meer tegenwoordig, maar in dit geval ging het om de bezuinigingen op passend onderwijs. Er zou 300 miljoen bezuinigd worden op passend onderwijs. En wie heeft daar last van? Dat zijn de leerlingen die extra zorg nodig hebben, die hebben er last van. En we hebben 50.000 mensen op de been gekregen. Dat niet allemaal onze leden, we hebben het samen met andere vakbonden gedaan. Ook mensen die geen lid waren, die zijn er naartoe gegaan. En we hebben zo de arena vol gekregen. Dat lukt ons tegenwoordig niet meer op een salarisverhoging hoor, en zeker niet in het onderwijs. Maar dat kenmerkt wel het vak van de leraar, de passie die ze hebben in, voor het onderwijs en voor de leerling zelf. Maar er is ook nog een andere kant van het onderwijs. Het onderwijs is niet alleen maar leuk. Je ziet ook dat er van de overheid uit steeds meer controle komt
op het werk van wat er in het onderwijs gebeurt. Controle op datgene wat je doet. Want aan de ene kant zeggen wij, wij willen vrijheid hebben. We willen zelf weten op wat voor manier we dat inrichten. Maar dan zegt het kabinet, zegt de minister en de staatssecretaris, ja, maar ik ben wel verantwoordelijk, ultiem verantwoordelijk, voor de kwaliteit van het onderwijs. En om dat op een goede manier te kunnen controleren, gaan we allerlei toetsen invoeren. We hadden natuurlijk al de CITO-toets, die is verplicht. Daarnaast hebben we de rekentoets. Misschien hebben jullie het wel meegekregen afgelopen jaar, dat er in het voortgezet onderwijs dat iedere scholier een rekentoets moet afleggen, die even zwaar telt als alle andere vakken bij elkaar. Alle andere vakken kan je nog als middelen met elkaar, maar de rekentoets niet. Die moet je voldoende hebben. Heb je de rekentoets geen voldoende, dan slaag je niet voor je voortgezet onderwijsdiploma. Kun je dus ook niet verder studeren. De manier volgens de staatssecretaris om het rekenonderwijs te verbeteren. Maar is dat wel zo? Door het invoeren van een toets. Daarnaast is het zo dat met name in het basisonderwijs er handelingsplannen geschreven moeten worden. Daar controleert de inspectie dan weer op. Dat er verantwoording afgelegd moet worden over de manier waarop je onderwijs geeft. Maar wat doet het nou met de mensen die in het onderwijs werken, de professional? Wat mag je verwachten van deze professional? Wij zeggen, geef de professional nou de ruimte. Wij van CNV Onderwijs geloven heel erg in de vrijheid van onderwijs. En wat is die vrijheid van onderwijs nou? Dat staat in artikel 23 van de Grondwet. En het is eigenlijk bedoeld om iedereen de gelegenheid te geven om een school te stichten. Of dat nou protestants-christelijk is, of katholiek, of misschien op een hele andere grondslag. Je mag een school stichten op het moment dat je vindt dat dat het nog niet is. En daarnaast sticht de overheid, die sticht vervolgens openbare scholen voor iedereen die nergens anders terecht kan. Of die daar juist speciaal voor kiezen. Dat kan natuurlijk ook wel. Maar waarom is die vrijheid van onderwijs nou zo vreselijk belangrijk? Ik zeg, de vrijheid van onderwijs is ontzettend belangrijk, omdat je dan als leerkracht kan kiezen voor een school. Ik wil bij die school werken die dat systeem aanhangt, die methode aanhangt, of die vanuit die religieuze grondslag komt, omdat ik me daar het prettigste bij voel. En als je je daar het prettigste bij voelt, dan past het onderwijssysteem ook het beste bij je. En als het het beste bij je past, dan geef je ook veel beter onderwijs dan een keurslijf dat van bovenaf wordt opgelegd. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor leerlingen en voor ouders. Als je als ouders je kind naar een school stuurt die bij je past, niet omdat je toevallig op postcodegebied daaronder valt, maar omdat het echt bij je past, zul je als ouders ook veel eerder betrokken zijn bij de vorm van onderwijs wat daar gegeven wordt. En als je als ouder meer betrokken bent, dan zul je ook eerder meehelpen om dat onderwijssysteem op een goede manier vorm te geven. En al die dingen bij elkaar komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Maar dat betekent wel ruimte. Dat betekent ruimte voor de scholen en dat betekent ruimte voor de professional. Want die ruimte, dat wekt vertrouwen. Krijg je ruimte als professional, hè, als leerkracht, dan zul je ook eerder de innovatie zeg maar, gaan stimuleren. Dan zal je dat eerder die nieuwe dingen gaan bedenken. Hoe kunnen wij het op onze manier gaan doen? Dat is wat anders dan dat als er al bovenaf wordt opgelegd, jongens, we gaan het vanaf morgen helemaal anders doen. Daar hoort ook verantwoordelijkheid bij. En wij zeggen dus ook, het past bij een moderne manier van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Wij hebben daar op onze eigen manier ook op. Wij hebben daar als CNV Onderwijs ook op ingespeeld. Wij hebben namelijk al een tijdje geleden gezegd, wij zijn er als vak, we hebben natuurlijk redelijk de naam om te zeggen, wij beschermen de leden. Dus wij maken een cao die helemaal dichtgetimmerd is. Als we dat dan gedaan hebben, dan wordt die leraar wordt ontzorgd. En vervolgens kan die lekker zijn werk doen en hoeft hij voor de rest nergens meer over na te denken. Maar wij zeggen nee, we moeten eigenlijk een beweging maken van bescherming naar ontwikkeling. Want ontwikkeling is niet alleen maar voor de leerling van belang, ontwikkeling is ook voor de leraar van belang. Want als de leraar zich blijft ontwikkelen, dan blijft hij ook beter in zijn vak, blijft hij ook steeds meer leren, breed inzetbaar en ook dat komt de kwaliteit ten goede. En wat hebben we nou nodig? Ik heb hem al een paar keer genoemd, de professional. Maar de professional, dat noemen we in het onderwijs al vrij snel, hè? Van ja, maar leraren zijn professionals. En die moeten ook op die manier behandeld worden. En dat betekent een professionele ruimte. En wat is die professionele ruimte dan? Is dat dat je
met een stift een cirkeltje om jezelf heen tekent en dat je zegt, alles wat daar binnen valt, dat is voor mij. En daar mag niemand iets over zeggen. Dat is mijn professionele ruimte. Dat mag ik besluiten en daar mag niemand anders aankomen. Of moet je het misschien wel omdraaien en moet je zeggen, het is niet alleen maar een professional waar we het over hebben, maar we hebben het over een zelfbewuste professional. Bij een professional hoort namelijk ook zelfvertrouwen. Dat betekent dat je rechtop gaat staan en alles wat er op je afkomt, en we hebben het net gehad over de inspectie en we hebben ouders, we hebben de politiek, we hebben iedereen bemoeit zich met het onderwijs, want iedereen heeft een mening over het onderwijs. Iedereen heeft zelf onderwijs genoten, of heeft een kind in het onderwijs, of heeft een collega, of een vriendin of iemand die in het onderwijs werkt. Iedereen weet er wel wat van. En wat zeg je dan als leraar? Ga je dan duiken en zeg je, oh jee, het waait allemaal wel weer over? Of zeg je, nee, ik sta rechtop. Ik heb mijn eigen manier van werken. Daar heb ik over nagedacht. We hebben een methode op school. Daar hebben we samen over nagedacht. Ik ben eigenaar van dat geheel. En ik kan het uitleggen. En als een ander daar een mening over heeft, dan wil ik daar graag met zo iemand over praten. Want dan wil ik weten wat die mening dan vervolgens kan bijdragen aan mijn visie en hoe we het onderwijs nog beter kunnen maken. De zelfbewuste professional. Iets meer dan gewoon professional. Nieuwe uitdagingen, innovatie. Er komt heel wat op ons af in het onderwijs, zei ik al. Dat is al wat er op dit moment al is, maar het onderwijs is volop zich aan het innoveren, aan het ontwikkelen. Het moet anders. Je ziet daar een aantal voorbeelden, zie je daar staan. De zomerscholen bijvoorbeeld, een initiatief van ons als CNV Onderwijs, in het voortgezet onderwijs, om leerlingen die eigenlijk zouden blijven zitten, nu de gelegenheid te geven om 2 weken in de zomervakantie naar school te gaan, die vakken bij te spijkeren waar ze eigenlijk op zouden blijven zitten, en vervolgens toch doorgaan naar het volgende. Innovatie. Leerkracht, een initiatief om als team met elkaar te gaan bouwen aan eigenlijk die zelfbewuste professional. Het gedifferentieerd examineren, dat is het plan, misschien hebben jullie het gelezen, van Paul Rozemuller van de VO-raad. Die heeft gezegd, die VO-scholen die moeten niet allemaal een MAVO-diploma, een HAVO-diploma, een VWO-diploma. Als iemand nou heel erg goed is in wiskunde, moet dat ook gewoon op VWO-niveau kunnen doen. En iemand die nou net iets minder goed is in Duits of in wat voor taal dan ook, moet dat ook op een lager niveau kunnen doen. En wat betekent dat dan voor de waarde van het diploma? Ja, dat is niet meer zoals we dat op dit moment bedenken met allemaal hokjes eromheen. Dat wordt veel flexibeler. In het voortgezet onderwijs, als je gaat studeren, als je HBO of een universiteit doet, wordt nu gekeken, heb je wel een HAVO of VWO diploma. Maar dan zal veel meer gekeken moeten worden naar wat voor soort studie doe je. Doe je psychologie, heb je een heel ander soort vooropleiding nodig met ander soort vakken op een hoog niveau dan dat je wiskunde gaat studeren. En daar zouden we eigenlijk met elkaar veel meer naartoe moeten, want dat geeft de leerling, de student, geeft dat veel meer kans. En dan is er nog het laatste wat ik wil benadrukken. En dat is dat de staatssecretaris op dit moment een soort van oproep heeft gedaan naar iedereen die bezig is met onderwijs. En die oproep heet Onderwijs 2032. En waar komt dat nou vandaan? Dat komt vanuit het idee dat een leerling die nu in het basisonderwijs zit, in 2032 klaar is om aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Maar wat heeft zo'n leerling nou eigenlijk nodig zometeen? We kennen het huidige systeem, waarin redelijk klassikaal en allemaal op verschillende manieren kennis wordt overgedragen, dat vooral heel erg. Als je het hebt over innovatie, komen we in het onderwijs vaak ook niet heel erg veel verder dan er moet ICT komen, er moet een digibord komen en er moeten iPads in de klas komen. Maar moet er misschien meer in het onderwijs gebeuren? Is het niet zo dat kennisoverdracht, dat het misschien wel een beetje achterhaald is? Dat leerlingen zometeen alle kennis die ze ook maar willen hebben, allemaal van internet kunnen halen. Maar wat hebben ze nou wel nodig? Die leerlingen van nu en dus de studenten van straks en de werknemers van straks, die moeten weten dat als ze een druk op de knop geven op het internet en de informatie die ze krijgen, hoe ze dat moeten interpreteren, welke dwarsverbanden ze vervolgens moeten aanleggen om daar weer eigen conclusies uit te gaan trekken en in die zin dus te groeien en te blijven ontwikkelen. Dat vergt een heel ander soort onderwijs dan hetgene wat we nu hebben. En daar gaan we met elkaar over nadenken. Dat is dat de staatssecretaris heeft daar een oproep voor gedaan. Wij gaan met onze leden daarover praten. Ik zou ook wel heel, heel erg benieuwd zijn naar hoe jullie daar tegenaan kijken. Hoe zou het onderwijs nou anders moeten om de leerlingen van nu straks op een goede manier aan die arbeidsproces of arbeidsmarkt deel te kunnen laten nemen? Dank jullie wel.
chef Vogel. Deze sheet had ik even ietsje zien. Mijn naam is Jeff Vogel, directeur onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Ik ben uitgenodigd vanavond om hier iets te vertellen. Ik vind het ongelooflijk leuk, ik ben op de eerste plaats. Dank jullie wel daarvoor. Het komt niet zo vaak voor dat ik studenten in deze samenstelling uitspreek. Ik ben heel benieuwd of ik ook studenten van de Hogeschool Utrecht in de zaal zit. Kijk, tel er ongeveer 8, 9, 10, dat is mooi, de rest is van de universiteit. Ja? Oké, de universiteit in de meerderheid. Dus dan krijg ik gelijk de gelegenheid om ook iets te vertellen over het HBO. En dan hoop ik dat ik jullie daar zeggen, wat meer inzicht in heb. Ik doe 10 minuten. Ik kijk even terug. Ik kijk hoe het nu is en ik geef een blik op de toekomst. Het HBO in beweging. Ik ga even terug naar het beroepsonderwijs van vroeger. En als je daar nou goed naar kijkt, dan zie je dat het beroepsonderwijs heel lang geleden ontstaan is vanuit de burger. En vanuit de burger die een bepaald beroep uitoefent. Bijvoorbeeld een arts in een ziekenhuis die mensen moest onderzoeken, bloed moest onderzoeken en een labassistent zocht. En omdat daar geen labassistenten waren, hij zelf geen opleider. En uiteindelijk is vanuit zo'n initiatief het hoger beroepsonderwijs ontstaan. Niet alleen in de zorg, maar ook elders. Dus het is begonnen bij de burger, bij iemand die een beroep uitoefent. Op een gegeven moment is de verantwoordelijkheid voor onderwijs nagenoeg helemaal overgenomen door de overheid. En zoals dat gaat, wanneer de overheid iets overneemt, dan wordt dat vastgelegd in wetten, dan wordt dat vastgelegd in regels, en dan gaat dat over het algemeen ook heel veel geld kosten. En die druk op de overheid, die nam enorm toe, met name de financiële druk. En als reactie daarop, ik ga iets te ver, als reactie daarop, ik dacht dat ik net een aanwijzing had, heeft de overheid de markt uitgenodigd om mee te gaan betalen aan het onderwijs. Op zich niks op tegen, maar zeker wanneer het gaat om het universitaire onderwijs en wanneer het gaat om het hoger beroepsonderwijs, het hoger onderwijs in het algemeen, levert dat ook een aantal spanningen op. Want universiteiten met name, dan gaat het ook over waar je vrij onderzoek doet. En wanneer jij je helemaal verkoopt aan de markt, dan is dat niet meer zo. Dus dat levert spanning op. Als je nou kijkt naar de beweging die we nu maken, dan zie je dat het HBO probeert om weer op een goede manier tussen die partijen, tussen die belangen, in te gaan staan. Zowel naar de overheid toe, zowel naar de burger toe, maar ook naar de diverse marktpartijen toe. Zo heeft het onderwijs, namelijk het HBO, dat ook voor de universiteit, zich ontwikkeld. Dat is het eerste plaatje wat ik jullie wilde laten zien. Het tweede plaatje. Dit plaatje, dat bevat het concept van de Hogeschool Utrecht over hoe op dit moment wij kijken naar de positie van onderwijs en onderzoek in ons stelsel. In het verleden, dan heb ik het over dit stukje, was het onderwijs, met name in het HBO, helemaal toegespitst op er gaan studenten in, die volgen onderwijs en die gaan eruit. Dat was het klassieke oude model van een onderwijsinstelling. Je ziet het in het voortgezet onderwijs ook, niet meer onderwijs ook. Daar gaan studenten of leerlingen in, die geven je een programma en die gaan eruit. Wat je dan vervolgens ook doet is kijken of die ook tevreden zijn. Die leerlingen, die studenten, soms ook de ouders. Een heel eng model.
Dit is niet meer het model waarmee we werken. In het hoger beroepsonderwijs realiseren we ons dat we dit hier nooit alleen kunnen doen. Dat doen wij altijd samen met anderen, met mensen in de beroepspraktijk. En waarom doen we dat altijd samen? Omdat uiteindelijk ons doel niet is om die klanten tevreden te maken, maar om impact te hebben op de maatschappij. En je ziet ook, wanneer het gaat om bijvoorbeeld ons nieuwe strategisch plan, dan zie je dat we met name geprobeerd hebben om indicatoren te benoemen, prestatieindicatoren te benoemen, die weergeven dat we impact willen hebben op de maatschappij. Bijvoorbeeld samen gezond worden, gezond ouder worden, de participatiesamenleving vormgeven, zorgen voor innovatie in de beroepspraktijk. En we weten dat wanneer we dat willen doen, hebben we echt partners nodig. Dus we doen nooit meer onderwijs alleen ontwikkelen, altijd samen met de beroepspraktijk om uiteindelijk die impact te genereren. En wat we daar doen, dat levert weer input op voor de nieuwe programma's. En dat is niet alleen voor onderwijs, maar ook voor ons onderzoek leidend. Dat brengt me tot de volgende sheet. In het midden staat ons strategisch plan. Daarin staat het concept uitgewerkt zoals ik in de vorige sheet liet zien. En wij onderscheiden vier belangrijke transities. De eerste transitie, dat is de transitie die staat hier. Daar kan ik straks nog iets meer over vertellen. Als ik tijd heb, doe ik dat. De innovatie van onderwijs en onderzoek. Daar kan ik een heel lang verhaal over houden. En daar investeren we enorm in de komende tijd. Een andere belangrijke transitie is die van het verbeteren van de dienstverlening intern. En ook zorgen dat dat efficiënt gebeurt en kwalitatief hoogwaardig. Alle ondersteunende staf levert adequate ondersteuning ten behoeve van onderwijs en onderzoek. De derde transitie is dat de hele hogeschool de komende 2 jaar de huisvesting loopt tot het science plan. Alle 40.000 studenten moeten minimaal 1 keer verhuizen. En alle docenten en onderzoekers ook minimaal 1 keer. De meeste 2 keer. En dat doen we in de komende 2 jaar. Alle gebouwen worden opnieuw vormgegeven. De laatste transitie is die van besturing en medezeggenschap. Het introduceren van een nieuwe besturingsfilosofie waarbij medezeggenschap een belangrijke rol speelt. En in die filosofie staat het functioneren in teams centraal. Elke medewerker, docent, onderzoeker functioneert in een team en ontwikkelt daar zijn professionele ruimte. En de medezeggenschap is ook niet wat je op 1 niveau doet, maar op alle niveaus in de organisatie. Opleidingsniveau, dus een opleidingscommissie. Faculteerniveau, de samenhang tussen opleidingen binnen een faculteit. Op hogeschoolniveau, de samenhang tussen alle faculteiten. Nog iets over de besturing. De laatste sheet wat mij betreft. Bij het besturen van een instelling als de Hogeschool Utrecht stuur je altijd op een aantal aspecten. En 2 aspecten zijn belangrijk en staan op dit moment erg in de belangstelling. Het is 1, stuur op de kwaliteit van je onderwijs, van je onderzoek. En daarmee ook de kwaliteit van je docent. Maar ook sturen op rendement. En er zit altijd een spanning tussen sturen op rendement en sturen op kwaliteit. Dat is een lastige afweging. En die moet ook in balans zijn. En daarbij, die keuze en die afweging goed te maken, heb je alle mensen in de hogeschool nodig. Ontzettend belangrijk dat je je organisatie zo ingericht hebt dat dat in balans komt. En wat we zien de afgelopen jaren is dat de overheid heel nadrukkelijk gestuurd heeft op rendement. En je ziet dat dat zo zwaar is gaan wegen dat de balans mogelijk wat zoek geraakt is. Eén van de elementen die in de maandenhuisverzetting een belangrijke rol speelt. Maar wij hebben door de overheid gedwongen ook prestatieafspraken moeten maken, met name over rendement. En het is wel een kwestie waarop instellingsbesturen afgerekend worden. Want in totaal gaat het over 7% van je budget. En als je bedenkt dat we in totaal een budget hebben van 350 miljoen, dan is 7% daarvan behoorlijk veel. Dus je kunt het niet aan je voorbij laten gaan. Gelukkig moeten we ook sturen op kwaliteit, daar worden we ook op afgerekend. Het rendementsdeel, dat is een belangrijk aspect. Verder heb ik nog wat sheets die gaan over de onderwijsvisie, maar die doe ik mogelijk straks wel eens nog tegen.
wel. Want als het goed is, de volgende naam naar voren. Nee, als het ik ga graag applaus voor Remco Graaf alsjeblieft. Even de leden van de comité van aanbeveling van SIP heeft de PowerPoint ooit de rollator van een geheugen spreker genoemd. Ik vond dat de vorige sprekers trouwens volstrekt geen rollator nodig hadden. Die waren voortreffelijke sprekers. Mij is gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van de maagdenhuisbezetting. En ik ga dat niet doen. Want of jullie weten het al, of het is niet relevant, of ik weet het niet precies. Ik was er niet bij, ik heb wel met sommigen gesproken. Maar ik geloof niet dat dat in de Utrechtse context helemaal relevant is. Dat ga ik wel uitleggen. Nou, misschien heel kort iets over de aanleidingen tot de maagdenhuisbezetting. Om te verklaren waarom ook de Utrechtse beweging, of juist de Utrechtse beweging, daar ook enigszins los van staat. Ik wil het daarna hebben over de knelpunten op de universiteit en de thema's die het platform waar ik onderdeel van uitmaak, Rethink UU, dat is Engels omdat er veel Engelstaligen op de universiteit zijn, heeft geagendeerd. Dus daar wil ik eigenlijk de nadruk leggen. En dan wil ik de nadruk leggen op de problemen die wij zien en ervaren. En de oplossingen, zo is mij gezegd, daar mogen we nu nog niet aan raken, maar dat doen we na de pauze. En ik ben bevoordeeld, want zoals jullie weten ben ik betrokken bij Rethink UU. Nou, het maagdenhuis. Die maagdenhuisbezetting is op zich niet zo bijzonder, want het was dit keer de 11e keer dat het maagdenhuis werd bezet. De geschiedenis van het maagdenhuis. En ik herinner me, Johnny liet een cartoon zien van Fok en Suk. En ik herinner me ook uit de krant een cartoon van Fok en Suk over het maagdenhuis. Hoe noem je maagdenhuis dat alles eerder is bezet? Die vond ik erg sterk. Kijk, nou, de eerste maagdenhuisbezetting was in 1969. Ik ben historicus, een klein stukje geschiedenis, 1969. Dat was trouwens een periode waarin heel veel studentenbewegingen waren. Je had natuurlijk in Parijs de grote demonstraties over de democratisering. Vooral van het hele bestel, arbeiders deden daar ook aan mee. In de Verenigde Staten had je natuurlijk de beroemde studentendemonstraties, met name gericht tegen de Vietnamoorlog. Maar ook in landen als Thailand, waar ik meer thuis ben, was in 1974 een enorme demonstratie die gezorgd heeft voor de democratisering. Het duurde maar kort, 2 jaar, van de Thaise bezetting. Dus die maagdenhuisbezetting in 1969 was iets dat leefde. Dat was iets dat was de sign of the times, de tijdgeest. En toen ging het om de totale democratisering. Van het bestel en de afschaffing van de bestuursstructuur. En dankzij die maagdenhuisbezetting in 1969 hebben we nu een college van bestuur. Hoera, zou dat bijna zeggen. Daar houden we erg van, het college van bestuur. En een gekozen universiteitsraad. Dus dat is de structuur die vanaf 1969 is gebracht. En we hebben daarmee ook een wet op de universitaire bestuursstructuur gekregen. Die is trouwens in 1997 weer een beetje teruggedraaid. Met de wet modernisering universitair bestuur. En daarmee werden de bevoegdheden van de verschillende raden weer teruggeschroefd. De bedoeling was om die slagkracht van die universiteit te bevorderen. Democratie kost tijd. En dat kan ten koste gaan van die slagkracht. En de vraag is, en die leg ik nu bij u neer, of die slagkracht niet te veel de andere kant uit gevallen is. Nou, wat is er nu anders? Wat is er nu anders dan in 1969? Het gaat niet om de totale democratisering, maar het is wat er in het Maagdenhuis is gebeurd. En het Maagdenhuis staat natuurlijk voor een heel conglomeraat van actievoerders, demonstraties, uitingen van onvrede. Maar het gaat daar om een verzet tegen de wijze van bestuur van de universiteit. Zowel vanuit Den Haag als van de CVB's en de uitwassen van die wijze van bestuur. Er zijn nu geen duidelijke marxistische invloeden meer. Nou, je hoort het in Amsterdam nog wel een beetje. Daar wordt ook meteen de hele neoliberale ideologie het liefst onvaardig gemaakt. Maar dat is niet in de hele breedte zo.
En wat ik ook wel belangrijk vind, je ziet toch dat het meer iets van docenten is dan van studenten. Natuurlijk, de studenten in het Naaktenhuis zijn heel erg zichtbaar geweest. Maar het was in feite toch maar een paar handjes vol. En achter die handen, een paar handjes vol, stond natuurlijk een veel grotere gemeenschap. Maar ik zie dat het eigenlijk onder de docenten toch veel sterker leeft. En dat is toch heel anders dan in 1969. Waarom Amsterdam en waarom nu? Het kan niet helemaal uit de lucht vallen. De Universiteit van Amsterdam stond sterk onder druk. Er was sprake van financiering door vastgoedhandel. Daardoor moest er bezuinigd worden. De relatie tussen die vastgoedhandel en de bezuiniging is nog niet helemaal duidelijk vastgesteld. Bepaalde faculteiten, zoals die van de geesteswetenschappen, moesten exorbitant veel inleveren. En dat leidde al in de afgelopen jaren tot protesten van staf en studenten. Maar die werden bestuurlijk gesmoord, dus er leefde een frustratie. Dus bedenk wel, het kwam aan het einde, die Maagdenhuisbezetting, van een hele lange reeks maatregelen en hervormingen, waardoor het onderwijs voortdurend werd gewijzigd, studenten steeds schoolse opleiding kregen voorgeschoteld en stafleden onder een enorme werkdruk werden gezet. En toen kwam in februari het plan om de gehele geesteswetenschappelijke faculteit om te gooien. En dat was de druppel die de emmer deed. De bezetting eerst van het Bungehuis, dus het geesteswetenschappelijke bestuurscentrum, en later van het Maagdenhuis. Maar ja, de Maagdenhuisbezetters hadden een aantal hele duidelijke Universiteit van Amsterdam eisen. Ze protesteerden tegen die vastgoedhandel, ze protesteerden tegen hele concrete plannen van de universiteiten, met name de faculteit van geesteswetenschap, om het hele systeem op de schop te gooien. Maar daarnaast waren er nog wat andere eisen, zoals de democratisering, het personeelsbeleid en een aantal andere dingen. Maar goed, daar wilde ik het dus niet over hebben. Het is goed te beseffen dat het al tijden broeit op de universiteit. Vaak in stilte. En vaak langs bestaande bestuurlijke kanalen, waarbij de protesten altijd stuiten op de financiële kaders. We kunnen niet anders, want we hebben geen geld. Er kwamen natuurlijk de bezuinigingen van de afgelopen. En dat is ook, dat kan je als ik een sheet had gehad, had ik dat kunnen laten zien. We geven een dubbel aantal studenten les met dezelfde hoeveelheid geld. In vergelijking met 10, 15 jaar geleden. En dat is al lang al eerder aangekaart. Een heel belangrijk platform is het platform Hervorming Nederlandse Universiteiten. In 2013 opgericht. Die met een fantastisch manifest hebben uitgelegd wat er allemaal mis is op de universiteiten. Het pamflet heet Naar een andere universiteit. En daar bouwden de huidige bewegingen op voort. En zeker de beweging Rethink Union. En eigenlijk meer dan op de eisen en de protesten van de Maagdenhuisbezetters. Dus wil die eigenheid, of die langere geschiedenis van het protest, wil ik wel benadrukken. Nou, Rethink UU, dat begin maart is opgericht, zet zich in voor de verbetering van de universiteit. En ik zal even een aantal puntjes zal ik daar bij constateren. Bijvoorbeeld een vrij algemene onvrede, vooral onder de docentuur, over een exorbitante werkdruk. En wij constateren een vorm van survival gedrag bij de docenten. Wij zijn allemaal creatief aan het overleven. En ik zeg dat niet om jullie sympathie op te wekken of jullie medelijden. Maar ik ga straks uitleggen waarom dat enorme consequenties heeft voor het onderwijs zelf. Wij constateren, dat is ook niks nieuws voor jullie natuurlijk, een sterke economisering van het onderwijs. Universiteiten worden als bedrijven gerund, criteria van rendement, concurrentie. Er wordt heel erg op output gestuurd. Zorg dat je op tijd klaar bent. En er wordt geen rekening gehouden met de verschillen tussen de disciplines of inhoudelijke kwaliteitscriteria. Maar de studenten worden puur op... Het onderwijs wordt puur op snelheid van output beoordeeld. Er zijn allerlei mankementen aan het personeelsbeheer. Bijvoorbeeld de wildgroei aan tijdelijke docenten, die weinig rechten hebben en die ook een enorme invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Wij constateren een verlies aan autonomie op de werkvloer. Mensen worden radertjes in een systeem dat ze niet meer begrijpen, een machine die ze niet meer tegen kunnen houden en die sterk top-down, tenminste dat is de indruk, en dat is niet altijd waar, dat is interessant,
En die sterk top-down wordt bestuurd en verbureaucratiseerd raakt. Dus we krijgen ook steeds meer te maken met bureaucratische processen. Invuloefeningen, ICT-achtige controles. Wij constateren een toenemende slordige wetenschap. We krijgen steeds minder tijd om goede wetenschap te verrichten. En dat heeft zijn weerslag op wat wetenschappelijke output is. En dat is voor jullie relevant, wij zien een stijgende depressie en een destimulering. En zelfs studieuitval onder studenten. Studenten worden minder zelfstandig, minder initiatiefrijk en uitermate gestrest. Nou, en dit zijn geen problemen van stafleden, al is de pijn daar heel erg groot. Maar ook van studenten. En ik zal even tot slot een paar voorbeelden geven van problemen die zowel staf als studenten aangaan. Dus ik ga niet de hele hervormingsagenda van Rethink UU, en die hebben we ook nog helemaal niet precies uitgekristalliseerd, zal ik hier gaan uitleggen. Maar even een aantal punten naar voren halen. Wij zien bijvoorbeeld een versraling en een uniformering van het studieaanbod. En verschillende studies moeten allemaal op dezelfde manier gestroomlijnd worden. We zien dat het aantal cursussen vermindert en daarmee de keuzevrijheid voor een student. En waar gaat de universiteit nu over? Dat is de vraag die ergens in jullie hoofd moet zitten. Nou, we zien een sterke arbeidsmarktgerichtheid. Dat is helemaal niet nodig. Wij leiden mensen niet op, ja, wel voor de arbeidsmarkt, maar niet voor een specifieke positie op de arbeidsmarkt. Dat geldt misschien voor geneeskunde of voor rechtenstudies, maar veel minder voor geesteswetenschappen of sociale wetenschappen. Ontkoppeling van onderzoek en onderwijs. Nou, je moet eens bedenken wat dat voor consequenties heeft voor het onderwijs. Jullie krijgen onderwijs van docenten die niet helemaal verstand hebben van de zaken waar ze over praten. Terwijl als ze over meer onderzoeksgerelateerde onderwerpen lesgeven, dan kunnen ze veel dieper gaan. En dan kunnen ze jullie meeslepen. Dat is natuurlijk de essentie van het universitair onderwijs. Financieringsmodellen voor het onderzoek hebben een direct effect op de onderwijskwaliteit. Want mensen die een onderzoeksbeurs krijgen, die kunnen zich vrijkopen uit het onderwijs en die worden daarvoor ingehuurd. Dat zijn onervaren junior docenten die uitgeknepen worden door de universiteit en minder verstand van zaken hebben. Dus dat heeft een duidelijk effect op de kwaliteit van het onderwijs. En dan tenslotte een gebrek aan zeggenschap op alle niveaus. Wij vinden dat wij de studenten en onszelf veel serieuzer moeten nemen. Het gaat om jullie. En het gaat om ons. Wij zijn het onderwijs. Met z'n allen. En wij zouden dus ook een veel sterkere stem moeten hebben in het kapittel als het gaat om de inrichting van het onderwijs. En waar het de staf betreft ook. Er wordt veel te weinig geluisterd. Er is een medezeggenschapsstructuur, maar er wordt veel te weinig geluisterd naar de vertegenwoordigers. In de faculteitsraden, maar ook op de werkvloer, dus echt op opleidingsniveau. Nou, de handvraag is, en ik gooi dat in het open, het is een hele grote vraag. Waar willen we eigenlijk als universiteit naartoe? Wat voor universiteit willen we zijn? Waarom zitten jullie, tenminste degene die niet op de hogeschool zit, maar op wat voor universiteit willen jullie zitten? En die vraag leg ik aan jullie voor. Dus het gaat niet om platte democratisering. Het gaat niet om een werkdrukprobleem. Al is die natuurlijk niet heel knap. Maar hoe maken we van de universiteit weer een plaats waar we een gemeenschap vormen? Hoe vaak heb je een intelligent en intellectueel gesprek met een docent? Die scheiding is veel te groot geworden. Jullie kunnen de stafgebouwen niet eens meer. Wij komen niet meer samen. Ja, in een hiërarchische situatie, in het leslokaal, in de collegezaal. Waarin ik jullie zoals hier vanuit de heroreer vanaf de kansel. Maar niet meer in een persoonlijk intellectueel gesprek. Dus die gemeenschap. Hoe kunnen we die gemeenschap weer maken? Hè, waar de studenten en de docenten elkaar stimuleren en op scherp zetten. Ik leer ontzettend veel van studenten. En ik spreek ze veel te weinig. Daar hebben we geen tijd voor en daar hebben we geen gelegenheid voor. Daar is het studieprogramma niet voor ingericht. En de tweede vraag is, hoe leiden we de studenten op tot die deskundige en kritische werknemers en burgers? Wat voor soort van universiteit heb je daarvoor? Nou,
Mijn stelling is, de studenten en docenten halen in het huidige bestel niet genoeg uit de universiteit. De inrichting van de studieprogramma's is echt suboptimaal. En het is fnuikend voor een groot deel van de staf. En de studenten halen daar veel te weinig rendement, als ik dat goed in deze context mag uitleggen. En mijn vraag aan jullie is, en dat kunnen we na de pauze misschien discussiëren, want ik ben daar wel heel benieuwd naar. Ik heb meningen, RethinkUU heeft meningen, maar wij zijn heel erg geïnteresseerd in wat er leeft onder de studenten zelf. En is dit iets waar de studenten zich in herkennen? Voor wie strijdt RethinkUU? We zijn nu bij de pauze bijna aangekomen. Dank voor uw lezingen. We hebben 10 minuten de tijd om even na te denken. En hierna zullen wij de discussie starten. Voor iedereen die nog meer wil weten over de SIP Utrecht, verwijs ik jullie graag naar het promotiestandje in de hal. En als jullie drankjes halen, zouden jullie ook in de hal willen houden, alsjeblieft. Tot zo. Welkom terug allemaal. We hebben voor de pauze gehoord dat er meegedacht moet worden over het onderwijs in 2032. En dat wat het belang is van vrijheid van onderwijs, dat je zelf een school mag stichten. Maar ook dat er op het hbo heel veel vanuit de overheid gestuurd wordt om in rendement te gaan denken. En dat er overheidsafspraken worden gemaakt over de prestaties van scholen. En financiële kaders belemmeren steeds de plannen op de universiteiten. En dat is natuurlijk zonde. We gaan het nu met een paneldiscussie over hebben. Dus ik zou graag de sprekers naar voren vragen om plaats te nemen. Ik ga proberen de sprekers eerst zelf de tijd te geven om over het onderwerp te discussiëren en daarna vraag ik de zaal om handen op te steken om aan te haken met vragen of argumenten. De eerste stelling, docenten moeten meer eigenschap krijgen over onderwijs. Eigenaarschap. Is er al iemand enthousiast om daar gelijk op in te haken? Nou ja, volgens mij hoef ik daar niet heel erg veel over te zeggen, want heb ik in mijn hele betoog juist gezegd dat ik vind dat dat moet en dat dat een voorwaarde is voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar wil ik het nu maar even bij laten, ik heb het een heleboel over gezegd. Ja, ik wil er ook wel wat over zeggen. Is in mijn betoog wat minder naar voren gekomen. Ik heb een inkop aangeraad. Volgens mij, ik sta helemaal achter de stelling, maar ik wil er ook iets aan toevoegen. Namelijk dat eigenaarschap, dat krijgt vorm in een team.
Een docent is een onderdeel van een team en daar zit het eigenaarschap. En een team staat altijd onder leiding van een leidinggevende. En die bepaalt uiteindelijk wat er moet gebeuren. Maar de docent, eigenaarschap van de docent, krijgt vorm binnen een team. Daar ben ik natuurlijk sterk voor, maar ik ben ook realist genoeg om te erkennen dat je niet als een solist kan opereren als docent. Je werkt niet alleen binnen een team, maar je werkt ook binnen een discipline, binnen een opleiding. Dus het kan niet zo, dat je, zo zijn dat je totale autonomie hebt als individuele docent. En je moet wel degelijk rekenschap geven van bijvoorbeeld, ja, dat is een verschrikkelijk woord, maar eindtermen. Je wil vaststellen waar een student uiteindelijk staat als zij of hij een bulk krijgt. En dat moet toch in gezamenlijkheid vastgesteld worden. Dat kan in een team gebeuren, maar ik denk dat uiteindelijk ook het ministerie daar een zegje over heeft. En daar moet je rekenschap van geven. Dat kan niet anders. Maar een grotere autonomie en een grotere zeggenschap, eigenaarschap van de docent binnen de eigen opleiding, dat lijkt mij buiten kijken staan. Ja, ik wilde daar toch nog even op reageren, met name ook op datgene wat Jeff net aangeeft over natuurlijk binnen een team, daar ben ik het ook mee eens. Overigens is eigenaarschap van de docent, gaat niet over een individueel eigenaarschap. Dat gaat eigenlijk over het eigenaarschap, of dat nou in een team is of individueel, is helemaal afhankelijk van het onderwerp en waar je erover praat. Maar waar ik wel op wil reageren is met name dat uiteindelijk beslist de leidinggevende. Dat is iets wat je zei. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want volgens mij gaat eigenaarschap juist over de verantwoordelijkheid die je als individuele docent binnen een team hebt. En nou wil ik dus echt best een hoop over het team zeggen als je zegt, waar willen we nou eigenlijk naartoe? Als hogeschool, als universiteit, maar ook als basisschool bijvoorbeeld, welke kant willen we op? Daar besluit je met elkaar als team over. Dat besluit je niet als leidinggevende ook. Die zegt niet van, wij gaan die kant op en waarom? Omdat ik het zeg. Nee, die gaat met zijn team in gesprek om te kijken, welke kant kunnen wij het beste naartoe? Dat is eigenaarschap. Uiteindelijk besluit een leidinggevende een heleboel dingen op school, maar niet iets over de visie en de manier waarop het onderwijs gegeven wordt. Dat doe je als team en dat doe je ook in je eigen klas als docent. Ben je daar zelf verantwoordelijk voor, want je bent zelf de meeste deskundige op dat gebied. En ook daar gaat de leidinggevende niet per saldo over als laatste die het beslist. En is er dan genoeg tijd voor docenten om überhaupt daar nog aan te werken naast de reguliere taken die een docent al heeft? Nee, er is natuurlijk nooit genoeg tijd. Maar als je nou uitgaat van de tijd die er is, hè, want daar kunnen we natuurlijk een hele discussie over voeren van er moet veel meer tijd zijn. En ik ben de eerste die voorop gaat lopen op het moment dat we die discussie gaan voeren. Maar volgens mij moet je er meer omdraaien. Er wordt in het onderwijs heel erg veel geklaagd over werkdruk. En dat is terecht. Dat is ook zo, dat er te weinig tijd is. De vraag is hoe je die werkdruk naar beneden krijgt. Is dat door heel veel meer tijd te geven? Dat is in ieder geval de makkelijkste manier. Maar ik ben er zelf ook van overtuigd dat invloed en zeggenschap, een docent invloed en zeggenschap geven over hetgene wat je moet doen, keuzes die je moet maken, de manier waarop je het wil doen, heel erg veel scheelt in de ervaring. Of je last hebt van werkdruk of niet. Want werkdruk is niet hetzelfde als heel veel moeten werken. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar om dan toch te vragen, de rekentoets bijvoorbeeld, dat is een onderdeel van het onderwijs. Zou een docent daar meer over moeten protesteren of moet dat echt gewoon door de overheid bepaald worden? Ik ben een hele grote tegenstander van, nee, ik moet het niet zeggen. Ik moet zeggen, de rekentoets op zichzelf, daar ben ik niet zo tegen. Waar ik tegen ben, is dat die rekentoets, dat gezegd wordt, als je de rekentoets haalt, is dus ook het rekenonderwijs goed. Het probleem met de rekentoets, ook in het voortgezet onderwijs, is dat er helemaal geen vak rekenen is. En rekenen is niet hetzelfde als wiskunde, volgens mij moet jij dat weten, als aankomend wiskundedocent.
waardoor je dus iets gaat toetsen op een gebied waar eigenlijk geen onderwijs voor gegeven wordt. En dat betekent dus dat alle docenten in het voortgezet onderwijs dat rekenen in moeten incorporeren, zeg maar, in je lessen. Terwijl dat dat nou niet direct dat is wat je in je hele programma, zeg maar, meeneemt, in je onderwijsprogramma meeneemt. Dus ik vind die hele rekentoets een hele rare, zeker het afrekenen wel, vind ik heel zin. Maar ik vraag me dan vooral af, en ook op hbo-niveau, als docenten iets op nationaal niveau ergens niet mee eens zijn, hoe moeten ze zich dan verenigen of moeten ze dat via een leidinggevende aanpakken of hoe ziet het voor zich? Dat zijn vragen alle drie. Oké. Nou ja, volgens mij zijn daar verschillende niveaus in. Op het moment dat je echt met elkaar als docenten zegt van een bepaald systeem, bijvoorbeeld inderdaad die rekentoets, daar zijn we het niet mee eens. Dan zou het vooral allemaal net worden van de vakbond, want daar kunnen we dat vooral doen. Dat is één. Maar als je het meer dichter bij huis wil nemen, hè, die neemt doet het bijvoorbeeld op schoolniveau, dan is het met elkaar als team, als je als team aangesproken wordt en ook als individuele docent aangesproken wordt, van dit is de manier waarop we het gaan doen. Ik denk dat je aan de basis moet een leidinggevende en ook een college van bestuur zeggen, wij kunnen wel een bepaalde kant op gaan, maar het bouwen aan die kant, hè, de richting, dat doen we samen. En als je als bestuur richting geeft, dat is prima, maar de inrichting gebeurt wel met de leidinggevende en het verrichten vervolgens ook weer met het team wat daaronder zit. Dus iedereen, iedere laag in een organisatie heeft zijn eigen rol in de vooruitgang en in het meebeslissen. Ik wil er nog wel iets op zeggen. Ik ben zelf een Montessori-kind en ik heb een groot geloof in het onderwijssysteem dat het Montessori-onderwijs is. Namelijk het feit dat iedere student, iedere leerling een individu is en op een hele eigen manier kennis verwerft en daar op een hele eigen manier iets mee doet. Wat wij op de universiteit aan het doen zijn is, cliché, eenheidsworst formeren. De manier van tentamineren. De manieren van evalueren van studenten. Dat wordt allemaal glimmer. Ik heb hele intelligente studenten die nooit iets bakken van een take-home tentamen. En ze zijn toch heel erg slim. Daar moet je als docent moet je een oplossing voor kunnen vinden. Namelijk door een andere manier van tentamineren voor bepaalde studenten in te richten. Die vrijheid hebben wij niet. En dat is een vorm van eigenaarschap die heel vruchtbaar kan zijn. En die recht doet aan de individualiteit van de studenten en ook van de docenten. Docenten hebben ook bepaalde vaardigheden in het overbrengen van kennis of in het tentamineren van kennis. De ene doet het op de ene manier beter, de andere doet het op de andere manier beter. Die individualiteit die moet je op een of andere manier terug zien te krijgen. En dan mag er geëvalueerd worden natuurlijk of de studenten inderdaad slimmer zijn geworden tijdens de opleiding. Tuurlijk. Maar geef die docenten de kans om het op een individuele manier in te richten. En ik denk dat het ook helemaal niet slecht is. Ik denk dat het heel... Wat ik zie bij mijn studenten is dat ze cursus in cursus uit dezelfde trucjes leren. Boekje lezen, tentamentje doen, pepertje schrijven. Cijfertje halen, 2-3 weken vrij, volgende cursus. Dat is geen onderwijs. Laat een docent zeggen, jongens, wij gaan nu eens even niet kennis overdragen. Jullie gaan maar eens even wat boeken lezen en dan gaan we over praten. Dat moet ook kunnen, maar dat kan momenteel niet. Dat is niet goed. En dat is een vorm van individualisering of van eigenaarschap. Die ik denk ik heel erg belangrijk vind en waar bijvoorbeeld een Montessori onderwijssysteem heel stimulerend in zou kunnen zijn. Ik zie ook in de zaal dat er vragen zijn. Misschien is dat een... Ja, ik wou net zeggen, ik zou de zaal er ook bij gaan betrekken, dus steek je hand omhoog als je vragen hebt. Dan begin ik hier gewoon links vooraan. Ja, nee. Links. Even over die rekentoets, wat jij net aanhaalde, is dat de scholen daar niet op voorbereid zijn dat het niet een apart vak is. Ik weet van mijn stageschool dat we vooral in de onderbouw het als apart vak aanbieden. Wat ik daar dan wel weer het nadeel aan vind, is dat ten koste gaat van andere vakken. En
dat het eigenlijk inderdaad, wat jij net ook al benoemde, is dat, je geen kans meer hebt om als leerling goed te zijn in andere vakken. Nee, je moet ook de rekentoets halen om jouw niveau te kunnen halen. En maar het is dus wel ook een apart vak. Dat wilde ik wel even. Het is niet een apart vak, maar er zijn wel scholen inderdaad die ervoor kiezen om het apart aan te bieden, juist om leerlingen voor te bereiden op de rekentoets. Maar dan is wel een beetje de vraag, wat wil je bereiken en wat is daarvoor nodig? En ga je inderdaad ten koste van andere uren van de onderwijstijd, zeg je, maar die besteden we aan de rekentoets, en kom je dan nog wel aan verdieping voor andere vakken toe? Nee, dus ik ben... Ik had een vraag aan de heer Chef Vogel. Ik ben toevallig op dit moment mijn scriptie aan het schrijven over eigenaarschap van docenten binnen de HU. Ik vroeg me af, vindt u dat er binnen de HU genoeg ruimte is voor eigenaarschap nu al van docenten? En heeft u ideeën hoe dat eigenaarschap vergroot zou kunnen worden? Ja, goede vraag. Ik zal proberen er antwoord op te geven. Het is wel een complex antwoord, want er zitten meerdere aspecten aan. En zoals ik net al zei, ik vind dat docenten op dit moment voldoende ruimte hebben om dat eigenaarschap te tonen. En ik zie tegelijkertijd dat ze het niet altijd gebruiken. En dat ze met name eigenaarschap zoeken op plekken waarvan ik zeg, daar zou ik het liever niet leggen. Maar ik zou het meer bij het vak leggen, bij de didactiek, en bij de kennisoverdracht en de kennisuitwisseling met studenten. Daar zou ik graag eigenaarschap zien. Ik zie dat docenten dat niet altijd doen. Ik zie ook dat de ruimte die er is, dat geldt voor de hele organisatie, die wordt niet altijd gebruikt. Wel wordt altijd enorm veel aandacht besteed aan kaders die er wel gesteld zijn. In plaats van de ruimte zoeken binnen de kaders om de dingen te doen die je wil doen. En ik wil een tweede element eraan toevoegen. We hebben namelijk ook te maken met onze historie. Ik zag het in de uitnodiging al staan. Daar werd ook verwezen naar de In Holland affaire. Dat is nog niet zo lang geleden. Maar dat was wel een hele voor ons belangrijke affaire. Daar stond namelijk het hele hoger onderwijs min of meer op zijn grondvesten te trillen. Want wat er gebeurd leek te zijn, was dat er diploma's afgegeven waren die niet van waarde zouden zijn. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten, en jullie al zeker niet. Dus er is ook een bittere noodzaak om processen en procedures heel transparant te maken, zodat mensen ook van overtuigd kunnen zijn dat de waardepapieren die we uitreiken inderdaad die waarde hebben. En wanneer daaraan getwijfeld wordt, dan hebben we echt een groot probleem. Dus het is ook zoeken naar een goede balans tussen eigenaarschap, daar leggen waar het het best tot zijn recht kan komen, en aan de andere kant zorgen voor een transparantie, die in elk geval laat zien dat de waarde van het diploma onaantastbaar is. En dat is wel lastig. Dus één. Ja, er is voldoende eigenaarschap, de ruimte is er. Ik zie ook dat die niet altijd gebruikt wordt. Ik zie ook dat die soms gezocht wordt op plekken waar die niet hoeft te zitten. En ik denk dat we ook een verantwoordelijkheid hebben als instelling voor hoger onderwijs om de waarde van het diploma te garanderen. Maar om dat toch aan te haken bij Remco. Is het dan mogelijk om binnen de HU af te wijken van het standaard boekje lezen, tentamen maken, boekje lezen, tentamen maken? Of valt het net buiten de kaders? Ik hoop dat op dit moment bij heel veel opleidingen in de HU er een uitvoeringspraktijk is waarbij je op meerdere manieren naar de eindstreep kunt. Een van onze belangrijke beleidsvoornemens, in elk geval voor HU in 2020, is dat studenten, als ze dat willen, met een leerweg onafhankelijke toetsprogramma onderdelen kunnen afsluiten. En we zien ook dat elke student de mogelijkheid heeft om via de examencommissie in meer of minder uitgebreide mate een deel van het programma zelf te maken. Dat kan in de vorm van minoren, maar er zijn heel veel studenten die binnen de HU werken in een onderstraject en dat kunnen ze ook zelf vormgeven.
Dus er zijn steeds meer mogelijkheden om het de eigen manier te doen. Dus niet alleen lessen volgen, tentamen doen, take-home tentamen of een scriptie maken en daar nog een gesprek over voeren. Dus ik hoop dat de uitvoeringspraktijk ondertussen al een beetje gaat lijken op wat we als beleidsvoornemers vorig jaar geformuleerd hebben. Ja. Mag ik nog iets zeggen? Nou, chef noemde het woord honors. Dat triggerde bij mij iets. Ik zit in een, als docent in een honors traject geschiedenis, kunstgeschiedenis, geestwetenschappen honors. Het is fascinerend om te zien dat wij sinds 2 jaar nu op alle departementen die, en alle faculteiten die honors trajecten uitbouwen. En daar kan bijna alles in. Je wordt nauwelijks gecontact. Ja, je wordt geëvalueerd door de studenten zelf. Dat is heel goed. Maar de onderwijsmethode wordt niet voorgeschreven. De eindtermen worden niet geformuleerd. We zijn totaal vrij om te doen wat we willen in de wetenschap. Dat wij als docenten in samenspraak met die onderstudenten iets stimulerends doen. En het is dus fascinerend dat wij voor de onderstudenten, die niet per definitie de beste studenten zijn, maar wel actieve studenten zijn, dat we daar de zaak helemaal vrij kunnen laten. En voor de reguliere student, en dat is dus 75%, het allemaal in die dwangbuizen moet persen. En ik vind dat verbazingwekkend. En er zit een onderstudent van mij zit er in de zaal en die kan beamen dat het een onderstraject is. Het is natuurlijk een extra traject, dus je hoeft je iets minder zorgen te maken over dat je alles doet en alles verantwoordt. Dat herken ik ook wel direct. Maar dat het een hele stimulerende ervaring is voor, ik denk, voor beide kanten, docentuur en voor de studenten. En tweede, wat chef bij mij triggerde, is de term noem je niet, maar de term zesjescultuur. Ik ben een groot voorstander voor een zesjescultuur. Cultuur in de zin dat ik graag genadezesjes wil geven. Er was bij ons bij geschiedenis, we hebben een visitatie gehad en we zijn hard afgerekend op het feit dat we een aantal scripties hadden doorgelaten die dat eigenlijk niet hadden mogen zijn. En ze hadden hun hielen nauwelijks gelicht en ik heb voor het eerst in mijn carrière genadezes gegeven. Van ik dacht van de student, hier moeten we niet meer tijd in stoppen. Je kan het niet, je wil het niet of je kan andere dingen goed, maar dit niet. En laten we nou erkennen dat we gewoon 5 of 8% van de studenten inderdaad dat bulletje niet helemaal verdienen. Is dat erg? Ik weet het niet. Wij kunnen niet van tevoren precies incalculeren wie die eindstreep met eer en dergelijke halen. Dat kan niet. Er zitten mensen die in dat systeem worden gepompt, die daar met moeite uitkomen. Nou, oké. Okay. Geef ze een duwtje en ze zijn eruit en dan heb je 5% van de mensen die eigenlijk misschien is dat erg. Laten we dat niet helemaal dood controleren met visitaties en tweede lezers, derde lezers van scripties die ons totaal overspannen maken van de werkdruk. Maar ja, dat zijn emoties bijna. Ik geloof dat de heer Boven nog een opmerking wil maken. Nog een laatste voordat we naar de volgende stelling gaan. Ja, je daagt me nu even wat uit. Ja, ik kan het niet laten passeren, dus ik ga er even op in. Ik kan me heel goed voorstellen, want ik heb zelf ook voor de klas gestaan, dat je soms in de verleiding komt om daaraan mee te werken. Soms is het ook uit een gevoel voor diegene die je tegenover je hebt, die ontzettend zijn best gedaan heeft. Maar eigenlijk vind ik dat niet kan. En ik vind ook dat we alles in het werk moeten stellen om ervoor te zorgen dat mensen die, laten we zeggen, in zo'n situatie terechtkomen, daar niet in terechtkomen. Dat betekent gewoon dat je vroegtijdig in je opleiding, en dat begint eigenlijk al voordat de mensen bij je komen, dat soort dingen moet uitsluiten, moet proberen uit te sluiten. Want eigenlijk, ik zou zeggen, elke student die afstudeert, die niet aan de norm voldoet, dat is er eentje te veel, wat mij betreft. Dus wij doen er alles aan om te voorkomen dat we dat doen. Ja. Dan gaan we naar de volgende stelling. Leerlingen en studenten moeten een grotere rol spelen en nemen in het verbeteren van het onderwijs.
En dan, als dat geval is, dan vraag ik me vooral af hoe. Moet ik iemand aanwijzen? Of? Ja. De Hogeschool Utrecht die doet ontzettend zijn best om studenten actief te krijgen, bestuurlijk actief. Investeren daarin vinden we heel erg belangrijk. We hebben ook een bezettingsgraad van 85% wanneer het gaat om de bezetting van opleidingscommissies. Maar we leiden ook studenten op voor medezeggenschap. We hebben een coach bestuurlijke participatie. Dus daar steken wij ontzettend veel energie in, omdat we dat heel belangrijk vinden. Dus het is maar 18 nee, zou ik bijna willen zeggen. Ja, nou, ik ben hier ook voor. Het is wel zo dat het inderdaad niet vanzelf gaat, maar dat is wat jij ook aangeeft. Soms moet je daar wat meer inspanningen op zetten om ervoor te zorgen dat studenten en leerlingen ook mee kunnen praten, ook weten waar het over gaat, ook gestimuleerd worden en vooral ook, en dat laatste wil ik nog een keer benadrukken, serieus genomen worden daarin. Hè? Want je kan wel in een leerlingenraad zitten, of in een studentenraad zitten, maar op het moment dat je het gevoel hebt dat je alleen maar voor de vorm zit, omdat het toevallig in de wet staat dat het ingesteld moet worden, dat daar leerlingen in moeten zitten, dan duurt het niet zo heel erg lang voordat leerlingen ook zelf zeggen, weet je, laat maar, dan kan ik mijn tijd wel beter gebruiken. Dus het zit hem volgens mij ook veel meer in de intrinsieke motivatie van iedereen die betrokken is bij dat hele medezeggenschapsproces, dan alleen maar dat leerlingen en studenten te bewegen moeten zijn of gecoacht moeten worden om daarin te zitten en ook mee te kunnen. Ik kan er ook alleen maar voor zijn. Wat ik wel vind is dat in de huidige structuur op de universiteit de adviezen die in de opleidingscommissies die uit de opleidingscommissies komen, dat die te veel genegeerd worden. Ik heb daar heel veel voorbeelden van. En ik zou daar veel meer bindende bevoegdheden aan willen toekennen. Ik vind wat er in de opleidingscommissies de studenten die daarin zitten zeer conscientieus en die opereren met groot verstand van zaken. En er komen adviezen uit. We hebben een aantal reorganisaties gehad, curricula zijn hervormd. En daar is vanuit de OC is daar allerlei protest gekomen en ook constructieve kritiek. En er is eigenlijk weinig mee gedaan. En ik ben een groot pleitbezorger voor een sterkere bindende kracht van de adviezen van de OC. Iets anders, nu we het over medezeggenschap hebben. Ik vind dat er vanuit deze OC's, maar ook vanuit andere gremia, studenten- en docentengremia in faculteitsraden, te weinig teruggekoppeld wordt naar de studenten- en docentengemeenschap zelf. Dus het wordt eigenlijk een professioneel gezelschap van studenten die dat al dan niet als een carrière doen. En eigenlijk te weinig in het besef dat er ook een hele grote gemeenschap achter hen staat. En daarmee wil ik niet hun beroepseer in twijfel trekken. Ik geloof dat ze heel conscientieus werken. Ik denk dat ze ook goed werk doen. Ik denk dat ze op punten machteloos zijn. Maar ik vind dat die binding met de achterban veel sterker gemaakt. U noemt het nou een achterban, maar eigenlijk vraagstelling ook, ja, moet die achterban zelf dan ook actiever worden? Want bij de HU-studentenverkiezingen, om een voorbeeld te noemen, is maar een kleine opkomst geweest. Je activeert de achterban alleen maar als er echte issues zijn. Dus als er over iets beslist kan worden, als het iets uitmaakt. Dat is de enige manier waarop je hen erbij betrekt. En uiteraard is 50% niet geïnteresseerd in het werk. Maar dat is in de echte wereld ook zo. Ik zie jouw vraag links vooraan. Nee. Oh, daar. Zelf zit ik in zo'n vakgroep adviescommissie voor mijn lerarenopleiding. En dan zie je net dat de opkomst heel laag is. En als die opkomst er is, dan moeten we eerst nog geselecteerd worden ook. Dus dan wil je actief worden en dan word je toch tegengehouden. Maar ook als je dan eenmaal daar zit en je wilt dingen delen met elkaar, van hé, als VHC hebben we dit geregeld, dan wil je dat natuurlijk terugspelen naar je achterban. Maar dan
ja, merk je echt dat de achterban niet zo heel erg geïnteresseerd is. Want er is wel een lage opkomst om überhaupt te participeren. En dan wil je dus uiteindelijk gewoon van, nou oké, dat is jullie publiek, dat is oké. Dan wil je je informatie delen en dan zeggen ze van, nou ja, prima, maar het gaat puur langs heen. Dus hoe, dan is eigenlijk meer mijn vraag aan de drie sprekers van, hoe moet je een grote groep bereiken die eigenlijk nauwelijks bereikt wil worden, lijkt wel soms. Ik wil daar heel graag wat over zeggen. Wij werken natuurlijk voortdurend met achterbannen, hè, met onze leden. Ik heb voortdurend de situatie die je nu beschrijft ook vanuit het CAO-overleggen bijvoorbeeld. Hè. Dat gebeurt landelijk. Je zou zeggen dat gaat iedereen aan. Maar niet iedereen voelt zich even betrokken. En wat wij hebben gemerkt is wat heel erg helpt, zijn twee dingen. Is regelmatig informeren. En dat betekent dus niet alleen maar als er een issue is. Hè, want natuurlijk dan is de belangstelling heel erg groot. Maar vooral zorg ervoor dat het steeds in handklare brokken en in heel begrijpelijke taal bij je achterban terechtkomt. En dat is niet omdat ze het anders niet begrijpen, maar omdat de hele context eromheen, als je zelf in zo'n raad zit, dan word je voortdurend meegenomen. Dan snap je, ken je alle stukken, weet je precies waar het over gaat. Alleen als achterban lees je alleen maar datgene wat er op dat moment voor je neergelegd wordt. Dus regelmatig communiceren en heel eenvoudig zou ik haast zeggen communiceren. Zodat mensen ook naar de volgende keer zeggen van, oh, maar dat is de vorige keer gebeurd. En nou zie ik daar een vervolg op. En vertaal het ook altijd naar wat heb je er zelf aan als, nou in mijn geval dus als onze achterban, hè, als leraar bijvoorbeeld. En in jouw geval dus ook als medisch student. Wat zegt dit nou over jou? Dus zorg ook dat je met voorbeelden werkt. Dat zijn dingen die aantoonbaar werken bij het raadplegen van je achterban. Nou, ik vind het wel interessant om dit door te trekken. Ik zit zelf op de middelbare school. En dat is ook wel, dat denk ik ook wel in een andere wereld, omdat daar helemaal de groep die niet zo geïnteresseerd heel groot is. En ik heb zelf nu ook 2 jaar in de medezeggenschapraad gezeten. En ik weet nu dat ik vervangen word door een meisje die het alleen maar doet zodat ze sneller geneeskunde binnenkomt. Maar voor de rest totaal geen interesse heeft in het hele gebeuren. En er zijn ook meerdere pogingen gedaan om een leerlingenraad op te richten en al dat soort dingen. Maar ja, ik denk dat voornamelijk op middelbare school, ook omdat we een gemengde school zijn en de groep VMBO'ers ook heel groot is, want de gemeenschapsraad is altijd gevuld geweest met VMBO'ers. Dat is op zich, ja, het klinkt een beetje heel idealistisch om te gaan zeggen van ja, we moeten iedereen actief krijgen, als vooral op middelbare school is het grootste gedeelte echt nul interesse heeft, echt nul iets kan schelen. Maar ja, ik bedoel, hoe je dan toch zo'n groep enthousiast wil krijgen, lijkt me best wel lastig. Geldt dan hetzelfde advies voor je middelbare school? Ja, nou, volgens mij hoef je niet zozeer iedereen actief te krijgen. Stel je voor, dan heb je wel een enorm aanbod. Volgens mij gaat het erom, en ik snap heel goed wat je zegt, want jij gaat eruit en je krijgt iemand ervoor in de plaats die eigenlijk niet zo geïnteresseerd is. Dat gaat je ook aan het hart natuurlijk, op het moment dat je dat zelf wel heel belangrijk vindt. Het gaat er vooral om dat de mensen die erin zitten, dat die inderdaad erg gemotiveerd zijn. Daar geldt dus niet hetzelfde voor wat ik net zei, want het gaat meer om het meenemen van de hele groep. Maar ik zou heel goed om je heen kijken of er niet meer mensen zijn die ook een beetje enthousiast te maken zijn. Er zijn heel erg veel mensen die best geïnteresseerd zijn, maar ook op dat moment niet op willen staan, niet op durven springen om te zeggen van ik wil dat eigenlijk wel doen. Dus vooral praat met veel mensen en luister ook naar wat ze zelf te zeggen hebben. Stimuleer ze ook van hé, maar jij bent wel geschikt om daarin te gaan zitten. Want heel veel mensen hebben dat nodig om op te gaan staan. Niet iedereen staat ook op. Ik ben heel erg eens met Remco, althans ik hoop dat je het ook met mij eens bent, maar ik dacht je net te horen zeggen. Kijk, wat mij betreft gaat het er niet om iedereen te activeren. Wat mij betreft gaat het erom dat je als instelling, als organisatie en als leiding begrijpt wat de meerwaarde is van het betrekken van leerlingen en studenten bij dit soort processen. En dat je dat ook serieus moet nemen. Dus wat mij betreft moet het gewoon ook een onderdeel van de cultuur zijn, dat je de mensen die bij je studeren of leren, dat je die serieus neemt en erbij betrekt. En daar zit wat mij betreft de kern. Hè? Dus niet dat ik iedereen per se enthousiast of actief wil hebben, maar ik wil met name werken in een cultuur
waarbij iedereen een bijdrage kan leveren en ook serieus genomen wordt. Dat is wat mij betreft de essentie. Dan neem ik even de verhuizing van de HU als voorbeeld. Ik geloof dat Nijenoord bij de faculteit onderwijs bij komt te zitten. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ik ben bang voor een grote overbezetting en ik heb helemaal niks over kunnen inspreken. Of, dat is een beetje... Moet daar een referendum over komen? Of valt het net buiten kaders onder het pand van de student? Is dat te veel voor de student om daar over na te denken, omdat het, ja. Ik weet niet dat ik het reageer op. Ja? Ja? Hoe red ik me hier nou weer uit? Kijk, ik moet een kleine toelichting geven. De operatie van dat de hele HU naar het Science Park gaat, daar zitten twee aspecten aan. Eén aspect is dat we heel graag op het Science Park zitten. Bij de universiteit, maar ook met alle bedrijven die daar zitten. Dat zijn allemaal kennisinstellingen. En volgens ons is het voor al onze opleidingen relevant om in die context te werken en om daar iedereen een werkplek te geven. Dat is één. Het tweede aspect achter de hele operatie is dat wij enorm gaan indikken. Wij gaan 40% van onze vierkante meters afstoten. Waarom? Niet omdat we iedereen net te kort ruimte willen geven. Maar omdat we de middelen die daarmee vrijvallen, normaal gaan zitten in vastgoed, dat we die weer willen terugbrengen in de vorm van meer docenten en meer onderzoekers. Dus het is een efficiëntieslag. En als je nu kijkt naar de bezetting van al onze gebouwen, dan is dat heel erg droevig daarmee gesteld. Wij gebruiken de ruimte die we hebben niet optimaal. En dat kan veel beter. En daarom is het uitgangspunt ook dat wij 60-60 doen. Dat betekent dat we 60% van onze bedrijftijd, die 60 uur is, gaan bezetten. Dat is de norm. Dat betekent dus ook dat elke opleiding daaraan moet voldoen. Een ander belangrijk punt is dat we een analyse hebben gemaakt van al onze opleidingen, dat zijn er meer dan 100, die verdeeld zijn over 6 faculteiten, dat we die analyse gemaakt hebben en dat we alle opleidingen die ook maar enigszins met elkaar te maken hebben, binnen en buiten een faculteit in elkaars nabijheid hebben gezet. Dus een aantal opleidingen zijn dus inderdaad verplaatst naar een gebouw waar ook andere faculteiten zitten. Vanwege de inhoudelijke verbinding. Oké, dank u wel. Ik pak nog één vraag, want dan gaan we naar de volgende stelling. Ik had een hele korte vraag. Wat ik mis in de discussie is de visie van de student als klant van de universiteit. En dat vind ik heel erg interessant zelf, want ik betaal voor het onderwijs, studenten zullen ze betalen meer voor de huur. En dan zou je toch juist denken, de leraren hebben verstand van hoe het onderwijs moet vormgegeven worden, maar ik vind vooral dat de student ook meer keuze moet hebben uit welke cursus je kan kiezen. Daarom ben ik dat ook heel erg eens met Remco, van dat je meer cursus aanbod dat het doel is. Dat zo'n verzomering van het onderwijs aanbod de student als klant minder te voegen. Maar ik ben benieuwd naar de visie van U3 eigenlijk over de student als klant. En dat geldt dan weer voor de basisschool en middelbare school die er ietsje minder aan doen. Maar ik ben ook benieuwd wat hier over kunt zeggen. Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, hè, van over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geldt het eigenlijk minder voor. Wat ik zelf vind is dat, zeker als je kijkt naar basisonderwijs en voortgezet onderwijs, dat we inderdaad niet moeten spreken van een klantrelatie of een consumentenrelatie. Omdat ik denk dat je allemaal moet kijken meer naar de ouders in dat verband, en zeker in het basisonderwijs, dan zozeer naar de leerling zelf. Maar dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van het kind. Hè, dat is als je kijkt naar basisonderwijs. Dat betekent dat wat er nu heel vaak gebeurt in de maatschappij, zeg maar, is dat ouders zichzelf klant voelen en zeggen van ik heb een kind en dat moet naar school en ik breng het 's ochtends om 8:30 naar naartoe. Ik ga ervan uit dat het onderwijs krijgt en ik haal het om 3:30 weer op. En dan ga ik ervan uit dat daar iets gebeurt wat ik hoop dat er gebeurt. En als dat niet gebeurt zoals ik dat wil, ga ik verhaal halen. Dat is een manier waarop we dat niet volgens mij met elkaar moeten doen. En dan is even de vraag, ja, als je dat als achterliggende gedachte neemt,
vertaald naar het voortgezet onderwijs, naar het mbo, naar het hbo, de universiteit, is ook de vraag of je jezelf als student nou als klant moet zien, of dat je je student als mede-actor in een geheel van ontwikkeling moet zien. En ik denk dat we het onderwijs met elkaar beter maken door jezelf te zien als als een belangrijke stakeholder, zeg maar, in het hele proces, dan als klant, want ik ga er naartoe om iets te halen en als ik niet krijg wat ik hebben wil of waar ik voor betaald heb, dan ga ik verhaal halen of ga ik klagen of ga ik een maagdhuis omzetten of dan ga ik weet ik wat doen. Dat is denk ik wel iets waar we met elkaar heel goed over na moeten denken. Waar maken we het onderwijs nou eigenlijk beter van en wat wil je zelf dat je rol als student is? Ik zie de heer Rabe daar bedenkelijk over kijken. Dat is genetisch. Nou, het idee van klant is, ik zeg altijd tegen mijn studenten, ga nou naar die docent toe, want die wordt er toch voor betaald en je hebt die vraag, dus doe dat. Maar het woord klant klinkt mij niet sympathiek in de oren, omdat dat een economische relatie zou inhouden. En dat, ik geloof niet dat dat, ik ben het met Johnny eens, dat wij samen een gemeenschap moeten uitmaken. En ik denk dat je, als je daar financieel naar kijkt, dat ook wel klopt. Want jij zegt ik betaal, maar jij betaalt helemaal niet. Ja, je betaalt een heel klein beetje. Jij wordt door de belastingbetaler betaald, net als ik. Dus het idee dat jij betaalt en wij zouden moeten leveren, dat is eigenlijk, als ik het hard mag zeggen, ik vind je vraag fascinerend en fijn, maar vind ik onzin. Maar er zijn ook studenten die een tweede bachelor doen. Later studeren, deeltijdstudeurs, die er meer dan 10.000 euro per jaar voor betalen. Dus daarom zei ik ook, betalen meer en sommigen betalen minder. Ja, daar loop ik ook harder voor. Ja, je mag even. Ja, ik denk dat er al de relatie tussen student en instelling, of dat nou universiteit is of hogeschool, basisonderwijs of voortgezet onderwijs, dus in de relatie zitten wel aspecten die doen denken aan een klantrelatie. Alleen in ons geval is het altijd meer. En ik bedoel, zeker in het hoger onderwijs geldt dat. Studenten leveren enorm bijdrage aan kennisontwikkeling. Vanaf het begin. Dus niet alleen wanneer ze participeren in onderzoek, maar vanaf het begin is het heel belangrijk om een student serieus te nemen. Dus je zou jezelf enorm tekort doen wanneer je jezelf ziet als klant. Ik zou je eerder willen definiëren als medeproducent van kennis. Ik zag het in het schema, in het nieuwe prijs, stond er echt een groot blok klanttevredenheid. Ja. Oké, 1-0. Dan gaan we nu naar de laatste stelling. Andere kwaliteit, dus percentage in onderwijsprogramma's. En er was nog eentje, dacht ik, ja, is dat nou echt kwaliteit? Want dat valt aan te passen, wanneer iemand in een onderwijsprogramma komt of niet. Wanneer het gaat om onderwijsprogramma's, gaat het met name over de normstelling die je hanteert bij een onderwijsprogramma. Hoe zwaar is het en hoe meet je dat? En met name daarin heeft de hogeschool geprobeerd om wat afspraken te maken. Dus het is niet zo dat elke student die deelneemt aan een onderwijsprogramma automatisch zijn onderwijs krijgt. Maar dat wordt ook gemeten of dat daadwerkelijk zo is. En daar zit met name het kwaliteitsaspect. De manier waarop je beoordeeld wordt. Mm-hmm. Ja. En die zijn niet flexibel zoals examen, normering. Dat zijn hele strikte voorschriften. En soms ook heel moeilijk te beoordelen. En soms is het zo dat het heel moeilijk is om die beoordeling te objectiveren in vaste criteria. Dat komt vaker voor in deze maatschappij. En in dat soort gevallen hanteren we meestal een juryoordeel. Okay. Ik ga toch vanwege de tijd naar de laatste stelling. Die haakt misschien ook een beetje uit, hoe moet je denken. Want wat moet er veranderen rond de financiële regelgeving om beter onderwijs te bieden? En dan zou ik toch bij mevrouw Krijt willen beginnen. Wat moet er veranderen bij de financiële prikkels? Ja, ik ga voor mijn antwoord toch maar even naar het voortgezet onderwijs. Als voorloper op hetgene wat jullie nu
in eerste instantie mee te maken hebben. Kijk, in het voortgezet onderwijs is het zo dat op het moment dat je naar het, van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk op je juiste niveau terechtkomt volgens het kabinet, want dat is namelijk het goedkoopst. Er is net vorige week is het onderwijsverslag uitgekomen. Dat is het verslag wat de onderwijsinspectie maakt op basis van alle bezoeken die ze hebben gebracht aan de scholen. Van hoe gaat het nu eigenlijk? De staat van het onderwijs heet dat ook. En daar komt ook, daar wordt ook de conclusie getrokken dat een leerling sneller door zijn onderwijsloopbaan heen loopt. En dat is goed, zeggen ze dan. Hè? Want het rendement daarvan, om het maar zo te zeggen, is groter. En dan gaat het sneller en dan, nou ja, dat is verder dingen. Maar, zeggen ze er direct bij, er gaan minder, verhoudingsgewijs dan zo'n jaar geleden, minder leerlingen naar het VWO toe en naar het gymnasium. Als je dat tegelijkertijd afzet tegen de ambitie die dit kabinet heeft, namelijk meer richt op excellentie, dan gaat dat niet alleen maar om de happy few die het toch al goed kunnen en die extra uitgedaagd worden met extra werk en de toppen zeg maar, dus zeg maar gaan pieken om het zo maar te zeggen, maar gaat het volgens mij ook over, zorgt er nou voor dat alle studenten het maximale uit zichzelf halen. Waarbij ik niet zeg dat een zesje niet voldoende is. Maar als we, en dat doen we dus niet door het financieel zo moeilijk mogelijk te maken, of het financieel te bevorderen, dat leerlingen en direct op een juiste niveau terechtkomen. Want wat we bijvoorbeeld zien is op het moment dat er een gemengd advies komt, HAVO-VWO bijvoorbeeld, dat je het eerste jaar op het moment dat een leerling van VWO naar HAVO gaat, wordt dat nog niet afgerekend. Maar op het moment dat een leerling in het VWO instroomt en het tweede of het derde jaar op een gegeven moment toch terug zou moeten naar de HAVO, dan wordt de school, de middelbare school, wordt daar financieel op afgerekend. Want dat mag namelijk niet. Want dat is afstromen, dat is niet goed. Hetzelfde geldt voor zitten blijven, hetzelfde geldt voor... Nou, er zijn een aantal voorbeelden vind ik voor. Als je nou zegt, hoe kan het systeem dusdanig zijn dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd wordt en, voeg ik er dan maar even aan toe, dat het maximale uit het kind gehaald wordt of uit de leerling, hè, naarmate ze ouder worden, dan denk ik dat zo'n prikkel als dat eraf moet. Want dan moet je dus ook fouten kunnen maken. En fouten is niet het goede woord, maar dan moet je dus ook hoger in kunnen zetten, terwijl dat blijkt dat die leerling dat op dat moment misschien niet aankan, maar het wel geprobeerd heeft. Want volgens mij is dat wat we met elkaar zouden moeten doen. Ik zie je links vooraan. Ik zag het ook. Ja. Dank u wel. Iets wat ik nu altijd de hele tijd afvraag is, er wordt heel vaak gezegd, we moeten de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Dat staat ook daar. Maar we hebben het helemaal niet over gehad wat het onderwijs is. Wat nou het doel is van het onderwijs. En ik hoor heel veel dingen als minder werkdruk, betere zeggenschap van studenten. Maar we hebben helemaal niet gezegd van, is het onderwijs, wat is het doel van het onderwijs? Nou, willen we dat iedereen veel intelligenter wordt aan het eind van zijn studie? Willen we dat iedereen geleerd heeft de skills, papers maken en tentamens maken? Want dat is hoe het nu is, heb ik het idee. En dat is niet wat ik zie als hetgeen wat ik wil leren in mijn onderwijsinstelling. En daar wat aan te veranderen, zouden we veel fundamenteel beter moeten zijn. En dat, die discussie hebben we eigenlijk nog helemaal niet aangeraakt nu. Dus ik vraag me af hoe jullie daarin staan. Nou ja, dat waren dus iets die ik niet ja, dus ik dat had ik graag gedaan. Ik noem een paar belangrijke begrippen daarin, in de visie op onderwijs. Dat is op de eerste plaats dat het gepersonaliseerd is. Dat betekent afgestemd is op de student en op zijn, datgene wat hij meeneemt en ook datgene waar hij naartoe wil, dus gepersonaliseerd. Tweede element wat ik wil noemen, bij het HBO is het zo. Hoe bedoelt u waar u naartoe wil? Nou ja, je eigen ambitie en de opleiding en het niveau wat je daarin wil bereiken. Ja, maar goed, ik kan wel geneeskunde doen en dan directeur willen worden van de middelbare school, maar dat strookt natuurlijk niet. Nee. Maar dat je daar met elkaar het gesprek over voert en dat je dat centraal stelt in je opleiding, dat is belangrijk. En het tweede element is het beroep. Je leidt altijd op voor een beroep. En dat betekent, dat doe je in principe ook met het beroepenveld samen. Dus je komt tot afspraken wat het programma is. Volgens mij heeft uw buurman precies het tegenovergestelde gezegd. Ja. Namelijk, u leidt nooit op tot een beroep aan de universiteit. Bij de universiteit misschien wel. Ja. Dus dat mag hij zelf talen toelichten. Maar in het HBO is dat uitdrukkelijk wel de bedoeling. Sterker nog, een opleiding waar niet een helder en eenduidig beroepsperspectief achter staat, die zullen wij waarschijnlijk niet aanbieden. En een ander derde element wat ik noem, ik kan er nog een paar noemen, dat is dat we alle onderwijs blended aanbieden. Dat betekent
dat je de leerstof op eigen manier en op verschillende manieren kunt eigen maken. Kan dichtbij, kan in contact, kan ook op afstand, kan ook met een leerweg onafhankelijke toets. Dus afgestemd op het individu. Als ik nog even dan de gelegenheid mag gebruiken om ook nog iets te zeggen over die financiële prikkel, want die vind ik ook dat interessant nog. Dat vind ik een lastig punt, maar ik zou het ontzettend prettig vinden wanneer we in Nederland eindelijk eens toegaan naar een echt experiment met vouchers. Binnenkort start een experiment met vouchers in het deeltijdonderwijs. Dat betekent, dat is een systeem waarbij een student vouchers krijgt. Waarbij je niet een voucher krijgt voor een vierjarige bachelor of een driejarige bachelor, maar gewoon een voucher per module is waarschijnlijk iets te hoog gegrepen, maar per half jaar zou ik wel mooi vinden. En na dat half jaar kun je besluiten om ook elders een voucher in te wisselen. Dat lijkt mij als financiële prikkel om uiteindelijk naar een hogere kwaliteit te komen een belangrijk element. En dan ga ik toch vragen, met de voucher, dan gaan studenten dan naar verschillende scholen of gaan ze dan, en moeten scholen toch zoveel mogelijk studenten binnenhalen en die vouchers incasseren? Of, want we hebben een groot probleem in Utrecht, in Amsterdam was bijvoorbeeld wisselende studentenaantallen en dat daardoor de economische balans ontregeld raakte. Ja, kijk, uiteraard wanneer je uiteindelijk een diploma wil halen, of een degree wil halen op een universiteit of een hogeschool, moet je wel voldoen aan de exameneisen die aan een opleiding gesteld worden. Dus je zult wel je vouchers zodanig moeten besteden dat je uiteindelijk ergens bij een instelling aan de norm voldoet, anders heb je geen degree. Maar voor welk probleem zijn vouchers een oplossing? Als financiële prikkel voor om de kwaliteit omhoog te brengen van het onderwijs. Want dan laat je namelijk de keuze bij de student waar die zich inschrijft. Omdat hogescholen nu per student die afstudeert betaald worden en daardoor is het gewoon heel makkelijk om setjes te geven of... Ik zag je links voor in de vraag. Ja, ik wilde toch nog even teruggaan op inderdaad wat jij ook benoemde, het op een niveau brengen van leerlingen, dat je dat zo vroeg mogelijk moet doen. Nou, nu realiseer ik me dat ik zelf een hele dure leerling ben geweest, want ik heb 3 middelbare schooldiploma's uiteindelijk gehaald. En dat komt omdat ze mij dus telkens een niveau afdalen. Maar je kon eigenlijk niet meer daarna omhoog. Je moest daarvoor heel veel moeite doen. En heel veel... Nou, vroeg ik me af, want dat is denk ik ook wel aan de financiële kant. Ik bedoel, daar heeft het nog minder mee te maken. Maar leerlingen worden daar ook heel erg door gedemotiveerd. Want je kan eigenlijk alleen maar naar beneden. Je kan niet meer omhoog. Hoe kan je dat beter vormgeven in het onderwijs als je niet af wil van de kaders die we hebben als MAVO, HAVO, VWO en alles wat daaronder zit? Ja, nou ja, dat laatste, dat was inderdaad al een voorbeeld die ik noemde. Hè. Ik vind dat eerlijk gezegd een heel goed idee om die kaders, in ieder geval te beginnen om het mogelijk te maken om die kaders weg te halen. Maar jij zei, daar mag het niet over gaan. Nee, en daarnaast, kijk, wat ik zeg, er is de scholen worden afgerekend op de leerlingen die instromen en ook op dat niveau hun eindexamen halen. Op het moment dat er ergens afgestroomd wordt, zoals bij jou, is het in het huidige systeem steeds meer zo dat scholen daarop afgerekend worden, dus financieel daarop afgerekend worden. Volgens mij moet dat systeem er heel snel uit, want er is niemand die er belang bij heeft om jou lager in te schalen, of een lager advies te geven, zeg maar, dan wat jij mogelijkerwijs aan zou kunnen. Dus zowel de leerkracht van groep 8, als, nou, CITO is dan gewoon een test, zeg maar, die gedaan wordt, maar de leerkracht van groep 8, die op een gegeven moment advies geeft, die kijkt naar jou als kind, zeg maar, hè, en je resultaten in je leerinvolsysteem, en op basis daarvan zegt van, als ik jou zo hoog mogelijk inschaal, dan word je zo goed mogelijk uitgedaagd, en dan kan het best zo zijn dat je het op een gegeven moment niet aan kan, maar goed, er wordt op dat moment gekeken wat het beste, hoe het maximale eruit kan. En misschien geldt dat voor jou heel wat anders. En dan geldt dus de mening van de leerkracht van groep 8, om het zo maar te zeggen, dat het voor jou juist helemaal niet zo heel erg goed is om hoog ingepast te worden, maar veel beter wat lager kan beginnen, want dan kun je het tenminste makkelijker aan. Ja, nee. Ik wilde toch nog even... Dit gaat een beetje op een specifiek onderwerp in, denk ik. Nee, dit gaat wel over het onderwijs, want het is wel de financiële, vind ik. Ik vind de kaders die we nu hebben,
wel, zeg maar, zorgwekkend. En dan heb ik het nu ook even niet, ik wil inderdaad ook van die kaders af, maar ik zie het ook bij mijn leerlingen, die worden heel vaak te laag ingeschat. En zij zien ook geen mogelijkheid meer voor zichzelf om hoger op te komen. En dat vind ik wel in de kwaliteit en de motivatie van de leerlingen. Ik wil er één ding aan toevoegen en dat wat ik ook zorgwekkend vind. We hebben op dit moment het passend onderwijs, ik heb hem al eerder genoemd. Je ziet in het basisonderwijs, dat passend onderwijs, nou ja, daar wordt van alles mee gedaan en met extra ondersteuning en dat soort dingen. In het voortgezet onderwijs wordt eigenlijk gezegd, daar hebben we eigenlijk helemaal geen last van. Maar wat gebeurt er in het voortgezet onderwijs, precies wat jij zegt. Dat kan iemand wel een hoge CITO-score hebben, maar op het moment dat hij dat niet aankan, dat hij eigenlijk extra zorg nodig heeft en die rugzakjes die gaan er allemaal af, hè, dus de extra financiering om de leerling te begeleiden. En het enige wat voortgezet onderwijs dan nog over heeft, is het afstromen. Dus dan maar lager inzet en dan nog lager, dan op een VMBO en misschien nog wel lager. Terwijl als iemand qua intelligentie misschien wel een veel hoger niveau aan zou kunnen. En dat is nou verspilling van kwaliteit van in ieder geval de leerling. Sorry, ik wil geen druk inkeer zijn dat we bijna het eind van de avond benaderen. Ik hoop dat de vragen na de lezing nog gesteld kunnen worden. Ik ga nu eerst, voordat ik het bestuur naar voren roep, de sprekers van harte bedanken. Graag een applaus.